Een burger die in het afgelopen weekend werd mishandeld door meerdere politiemannen heeft aangifte gedaan. Op beelden die viraal gingen op social media is te zien hoe de burger verschillende klappen moest incasseren van wetsdienaren. De aangifte van mishandeling wordt in een gesprek met de redactie bevestigd door politiewoordvoerder Milton Kensmil. De informatie over wat er met de wetsdienaren zal gebeuren zal tijdig worden verschaft, zegt Kensmil. Waarbij politiemannen een burger hebben mishandeld. De reden is voor ons niet van belang. Het gaat erom dat het handelen van die politiemannen onaanvaardbaar is, niet acceptabel is voor die organisatie. En ten aanzien daarvan heeft hij me aangegeven dat het slachtoffer nu daar is. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. En het slachtoffer wordt met een visum verwezen naar de arts omdat die kneuzingen heeft opgelopen. Het slachtoffer, er zijn meerdere politiemannen in beeld gebracht. Die politiemannen die worden opgeroepen. En zij zullen allen bij procesverbaal gehoord worden. Dat is wat ik op dit moment hiervan kan meedelen. In een uitgegeven persbericht zegt het Korps Politie Suriname dat de leiding het gedrag van de agenten als onaanvaardbaar beschouwt. Ongeacht de reden hiertoe. De leiding neemt de zaak heel serieus en zal deze aan een grondig onderzoek onderwerpen, aldus het bericht.